Deze week duik ik in de wereld van de stadsboer. Oh, oh shit. Goed zo? Ongeveer. Want als de prijzen van groentes wortel schieten, kun je natuurlijk ook zelf je groentes gaan verbouwen. Dan gaat het werk ook zo moesten. Gezond, goedkoop, je bent in beweging en het is ook nog eens lekker. Ruik de takjes van de wortel proeven. En zelfs dat smaakt lekker. Echt? Het is echt lekker. Ja. In de pluktuin van Gelukkige Groentes in Nijmegen volg ik een workshop moestuinieren. Dit is de eerste die ik herken. Is dit koriander? Dat is peterselie. Oh, wat erg. Ik ben in Malden en hier ligt de pluktuin van Gelukkige Groentes. En hier kan ik mijn eigen moestuin leren aanleggen. Hey Linda, welkom op onze pluktuin Gelukkige Groentes. We gaan even een rondje lopen over de tuin. Dan laat ik zien hoe wij werken. En dan straks mag je zelf aan de slag. Ziet er mooi uit. Ja, dit is eigenlijk nog een beetje het begin van het seizoen. Nu is het nog niet zo groen, er zijn nog niet zoveel kleuren. Maar het eerste begint te komen. En dan straks in juni is het één groot kleurenpalet op de tuin. We telen hier groenten voor 275 mensen. En die kunnen dan van mei tot en met december kunnen die zelf hier komen oogsten. En wij als boer verzorgen de teelt. En dan zelf neem je een tas of een kratje mee. Dus komt ook geen verpakking verder aan te pas. En dan snij je het zelf af of trek het uit de grond en neem je mee naar huis. Kijk, hier staan de rode bessen. En die zien er heel veelbelovend uit. Er zitten heel veel soort van bloemetjes aan. Dus dat worden allemaal de besjes. Dus we krijgen waarschijnlijk veel meer oogst dan vorig jaar. Je bent buiten, je ziet het groeien. Je hebt niks meer te maken met de wereld om je heen. Het is gewoon even hier. En ja, ik kom hier tot rust. Ik kom hier tot mezelf. En ik vind het heerlijk om dat allemaal te zien groeien en te mogen oogsten en lekker op te kunnen eten. De bloemetjes kun je ook eten. Dus het staat ontzettend leuk op een toetje, zo als versiering, een paar van die bloemetjes. We weten allemaal hoe het ervoor staat in de wereld, tenminste dat zouden we moeten weten. En dit is een manier om er iets aan te doen. Je kunt gewoon van dichtbij zoveel lekkers halen. Dan hoef je niet naar de supermarkt waar alles drie keer heen en weer is gegaan. Spullen te gaan kopen die ook nog eens een keer soms met het vliegtuig ingevlogen moeten worden. Ik denk, ja, laten we het hier halen. Dat vind ik heel belangrijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Weten we tegenwoordig eigenlijk nog wel waar onze groentes vandaan komen? Ik denk dat veel mensen niet weten welk onderdeel van de plant ze eten. Uiteindelijk is het altijd een onderdeel van de plant die je eet. Het is de wortel van de plant, het is de stam, het is het blad of een vrucht. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook niet alle groentes ken. Nee? Nou, gaan we eens een oefenrondje doen. Wil je een gokje wagen wat voor groente je straks aan gaat groeien? Even kijken hoor. Radijs? Nee, een tuinboon. Ja, we staan hier naast een vergeten groente. Weet jij welke dit is? Ja, ik zou in eerste instantie zeggen biet. Maar dat is natuurlijk geen vergeten groente. Dus verder herken ik dat blad eigenlijk niet. Dit is de koolrabi. De wat? De koolrabi. Dat ken ik ook niet. Veel mensen die vroeger zijn opgegroeid met de moestuin, die zullen hem wel kennen. Want het is wel echt eentje die een echte typische Nederlandse seizoensgroente is. Wat smaakt het naar? Ja, de typische koolsmaak. En straks ga je zelf ook in de moestuin de koolrabi planten. Poging nummer 3. De vorige waren niet gelukt. Bieslook? Nee. Oh, wat erg. Dit is bosui. Gaan we de volgende proberen? Ja. Prei? Het lijkt wel op de prei. Het zit in dezelfde familie. Wortel? Nee, dit is de knoflook. Knoflook? Ja. Oh, wauw. De basis van je moestuin is een goede bodem. En wat belangrijk is voor een bodem is dat deze luchtig is. Luchtig betekent eigenlijk zacht. En dat kunnen we doen door het gaan voelen. En ik heb hier nu een stukje in het pad vrijgemaakt. En dan kun je eens kijken met je vinger of je er doorheen kan drukken. Om te voelen hoe luchtig de bodem is. Oh, deze is hartstikke hard, joh. Ik kom er helemaal niet doorheen. Nee, dit is geen luchtige bodem. Dan gaan we nu eens kijken in het groentebed. Ja. Dat noemen we compostbedden, omdat we hier ook een laagje compost op hebben liggen.
En probeer nou eens je vinger hier doorheen te duwen. Oh, dit is heel makkelijk. Dit is inderdaad een gigantisch verschil. Ja. Nou, bijzonder. Ik heb het nog nooit zo gevoeld dat hij zo luchtig is, de bodem. Ja, en eigenlijk om te leren hoe je dat kan creëren, kunnen we het beste laten zien. Dus nu hebben we er over gepraat. Je kent een stukje theorie. Maar zullen we starten met de workshop? Dan kan je het zelf gaan doen. Graag, ja. En dan trek je iets naar achter dat je scheur hebt. Ja, dat is wel ruim voldoende. Ja, dan hebben we genoeg gewoeld. Ja. Nou is er mooi wat lucht in de bodem gekomen. Dan gaan we nog even snel wat wieden. Als ik thuis aan het werk ben in de tuin, wat niet vaak gebeurt, dan heb ik wel van die tuinhandschoenen aan. Maar dit voelt ook lekkerder of zo. Ja, ja, en sterker nog, er schijnt een stofje in de bodem te zitten. Wat ook wetenschappelijk is aangetoond, dat als je daar met je blote handen in contact komt, dat je gelukshormonen stimuleert. Oh echt? Nou, dan graaf ik nog even door. Ja, toch? Gaan we nu compost aanbrengen? Oh, ik krijg de kruiwagen die is naar voren. Oh ja, ja. Oh, shit. Hard werken, man, zo'n moestuin maken. Hier is die al klaar, dus hij mag lekker dik blijven. We doen een laagje van zo'n 10 centimeter. Lekker dik betekent dat de onkruiden die eronder zitten, die hebben meer ruimte waar ze doorheen moeten gaan om het zonlicht te bereiken. Dus een deel daarvan zal het niet redden. En dit is dus eigenlijk een mooie manier om het onkruid tegen te houden. Nu zijn we klaar met compost aanbrengen. En dan gaan we even kijken wat we hebben qua zaden en plantjes om in een bedje te stoppen. Dan gaan we nu over naar de wortelen. Kan je eigenlijk alle zaadjes in de grond doen in april? Nee, sommige zaadjes en planten die kunnen niet tegen vorst. En het kan nu nog gaan vriezen. Dus daar starten we meestal mee vanaf half mei. Vandaar ook ijsheilige, dat is een term die wordt gebruikt, dat je vanaf dan bepaalde gewassen in de grond stopt. Maar nu gaan we vooral kijken naar wat wortel en knollen en bladgewassen. Dat zijn groenten die vrij goed tegen ook de koude nachten kunnen. Dus die gaan we nou in de grond stoppen. Dan gaan we verder met de rode biet. Het is heel belangrijk voor jonge plantjes dat ze veel water krijgen, dat ze dus veel vocht hebben. En daarom gaan we ze even een badje geven. Dus dan mag je deze plantjes allemaal even in het badje zetten. Dit is de eerste die ik herken. Is dit koriander? Dat is peterselie. Oh, wat erg! Dus dit is de koolrabi. Dat heb ik nog nooit gegeten. Moet er nou nog water bij? Ja, we gaan nog een klein beetje mest aanbrengen en water erbij. Dit is de mest? Ja, dit zijn pelletkorrels, gedroogde pelletkorrels. En deze die kunnen zo in de moestuin. Oeh. Stinkt niet, hè? Nou. Ja. Oké. Ben ik iets meer gewend misschien. Nou, de moestuin zelf is nu klaar. De plantjes die staan in een mooi laagje compost. We hebben de bodem luchtig gemaakt. Er ligt nu wat mest op en er zit water bij. Dus in het begin was er eigenlijk nog helemaal niks. Gewoon een kaal stukje aarde. En nu zit hier een stukje grond waar je gewoon over 2 maanden al je eigen groente kan oogsten. We zijn klaar.
Gewoon mijn eerste eigen moestuin. Ja, je moestuin. Het enige jammer is dat het nu een beetje geduld kost natuurlijk, voordat je echt kan gaan oogsten. Ja. En als het straks klaar is, dan wil ik er natuurlijk wel iets mee kunnen doen. Hebben jullie recepten? Nee, maar wij kennen iemand, Rob, en die kan heel goed koken. En misschien wil die jou wel gaan helpen. Rob Beernink heeft een kookschool in Nijmegen op een idyllische plek aan de Waal. Hij maakt alleen maar gerechten met de groentes uit de pluktuin of uit zijn eigen moestuin. Dit zijn de groentes die ik straks allemaal kan oogsten. Wat kunnen we hiervan maken? We gaan een risotto maken en we gaan een gerechtje ernaast maken. Maar ja, je moet me wel komen helpen. Alleen dit groen moet eraf? Ja. Die mag voor een half uur, drie kwartier lekker gaan. Schillen van de wortel, die wil ik juist wel gebruiken. Daar maken we later een poeder van, die we gebruiken weer in het gerecht. Mag dit ook met twee of drie tegelijk? Drie niet. Iets wat je in je mond stopt en waar je van moet leven. Wat je tijd hebt gegund om te laten groeien. En in de omgeving waar het wil groeien. Dan is het raar om dan net op het eind, net voordat je het gaat eten, dan niet de aandacht meer te geven. Dat is wel mooi gezegd. Maar die takjes die doe je dus ook in het gerecht? Ja. Maar dat smaakt toch niet? Zeker wel. Ja? Ja. Nou Rob, dit is het dan hè? Ja. Het ziet er geweldig uit. Ja, dank je. Nou, dank je. Ik heb geholpen hè? Ja. Anders was het niet zo gelukt toch? Nee. Maar ja, je ziet nou de groenten echt, dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Dat denk ik tenminste. En dan hebben we toch alles gebruikt. En dan ziet het smakelijk uit. En ja. Dit is dan echt gelukkige groente. Mm. Wat eten we morgen? Nou, je bent welkom. Ja? Ik kom hier graag iedere dag eten. Mm. Echt super lekker. De groente is uit eigen tuin. De takjes van de wortelproeven. En zelfs dat smaakt lekker. Mooi, echt? Ja, het is echt lekker. Ja. Wauw. Tuurlijk. Ja. Wil je nou thuis dit gerecht ook maken? Kijk dan even op onze site. Vergeet niet het filmpje een duimpje te geven als je hem leuk vond. En als je je groentes wil gaan verbouwen, echt een aanrader. Kijk het filmpje dan nog een keer terug. Tot de volgende. Doei.